hier op station Nijmegen zijn de eerste wandelaars al gearriveerd. Allemaal op weg naar de wedren voor hun startbewijs. Maar hebben ze er ook een beetje zin in? Gaat u de vierdaags lopen? Dat was wel de bedoeling, ja. Voor de hoeveelste keer loopt u? Voor mij zal het de derde keer zijn. This is my third time. Third? Yes. How did you practice for this march? Yes, using a backpack with a lot of weight and my boots and walking as much as I can. Hoe heeft u zich voorbereid? Door zoveel mogelijk te wandelen, maar nooit genoeg. Nee. Waarom zegt u nooit genoeg? Dat ik het gevoel heb dat ik wel beter en meer had kunnen trainen. Heeft u er zin in? Ja, nu wel, maar ja. Even wachten tot dinsdag, hè. Wat drijft u om 36 keer mee te willen lopen? Tja, ik loop met dezelfde persoon voor de laatste bijna 30 jaar. Dat is een beetje traditie bij ons. En in het begin kenden wij niet echt zoveel goed voor de eerste paar jaar. Een hele groep. Maar langzaam aan de hand, de hele grote groep is kleiner en kleiner en kleiner geworden. En er blijft maar twee over. En dat bent u en uw looppartner? Ja, klopt. Waar denkt u, hè, want u loopt voor de eerste keer, de grote uitdaging zit in het lopen van zo'n vierdaagse? Nee, er is geen uitdaging. Dat gaan wij gewoon doen. Ja? Dat is echt de spirit. Ik ben benieuwd of jij dat vanavond ook nog een keer zo zegt, maar nee. Dat gaan wij gewoon doen. Ja, gewoon beginnen, lekker wandelen, lekker kletsen en alles lekker om ons heen bekijken. En de sfeer hopen we dat dat ook een hele hoop doet. Hè? Vast wel. Ja. Wat vindt u van het veranderende start? Niet meer gladiool en wandelschoen? Ik weet niet, volgens mijn gevoel is het wel goed. Want we lopen samen, voor hetzelfde geld hebben we verschillende starttijden. En nu vind ik het heel goed, omdat we hoeven geen zorgen meer te maken. We kunnen gewoon 's ochtends opstaan en gewoon naartoe gaan. Wat is voor u persoonlijk echt het hoogtepunt van de vierdaagse lopen? Eigenlijk het begin. Hoe komt dat? Dat we weer mogen, dan heb je nog het vooruitzicht. Want vrijdag is natuurlijk wel leuk, maar ja, dan is het weer afgelopen. Dan kan je weer een jaar wachten, dus ik bedoel... Gaan ze jullie aanmoedigen langs de route? Zeker, er zijn al spandoeken gemaakt. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. Ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Mooie afleiding. Bitch.